Welkom in de tweede ronde en nu gaan we het hebben over de thema's hemelwaterbeleid en waterketen. En dat doen we samen met Mirjam Geurts en Pieter van Dongen. Die gaan jullie straks alles erover vertellen. Mirjam doet het vanuit huis en Pieter is bij me in de studio. Nou, ik heb het de vorige keer al verteld. Ik heb het al een aantal keer gezegd. We zijn benieuwd naar uw reactie, want dit is echt het moment om het gesprek met elkaar aan te gaan. Nou goed, dit is het moment. Als u nu straks ook nog dingen heeft na deze uitzending, dan kan u dat ook altijd nog wel laten weten. Maar we vinden het leuk om het gesprek met u op dit moment aan te gaan. Dus gebruik de chat ervoor. We houden hem heel de tijd in de gaten. En dan vragen we u misschien wel even in de uitzending. Nou, we gaan beginnen volgens mij. En Mirjam is de eerste die we het woord gaan geven. Mirjam is vanuit huis, dus die moet even verbonden worden. En ik zie er al. Nou, Mirjam, welkom. En ik geef graag het woord aan jou. Dank. Als het goed is, ben ik te verstaan. Maar ik doe even een check. Ja, dankjewel Lisbeth voor je check. Hemelwaterbeleid. In het nieuwe waterbeheerprogramma gaan we ook specifiek aandacht besteden aan hemelwater. Natuurlijk werken we op alle doelen eigenlijk langs hemelwater, want waar is water geen onderdeel van onze taken. Maar met de uitdagingen van de klimaatverandering en de bodemdaling en noem het maar op. En zojuist heeft Leo daar in een eerdere sessie ook al een heel mooi verhaal over verteld welke uitdagingen dat er allemaal liggen. Maar vanuit die optiek is het belangrijk dat we ook echt even specifiek naar hemelwater kijken. En daar wil ik jullie kort in meenemen. Hier zien jullie een spons, want we hebben hierover nagedacht als waterschap wat vanuit alle thema's, als je kijkt naar hemelwater, zouden we daar nou voor een ambitie op weg willen leggen, zodat het duidelijker wordt als we in gesprek zijn wat onze ambitie daarin is. Nou, en we willen als ambitie in het nieuwe waterbeheerprogramma willen we vastleggen dat we zoveel mogelijk de natuurlijke waterkringloop en de sponswerking van de bodem in stedelijk en in landelijk gebied willen herstellen. En dat is niet terug naar hoe het vroeger was. Dat is echt een waterkringloop 2.0 of de moderne variant of noem maar op hoe u dat ziet. Maar dat is waar we naartoe willen. We willen echt op een verantwoorde manier daarmee omgaan. We hebben, om daar meer gezicht aan te geven, een aantal lange termijn doelstellingen voor ogen. Die heb ik hier op een sheet gezet. Enerzijds is dat de sponswerking van de bodem en het groen optimaal benutten bij de inrichting. Anderzijds is dat de systemen van het watersysteem, maar ook de bodem, de riolering, alles wat we aan de infrastructuur met elkaar hebben, zodanig inrichten dat we ook in staat zijn om wisselingen van droge en natte periodes met elkaar op te vangen. Dat is waar we naartoe willen streven. Dus niet te veel, niet te weinig. Dat is een mooie uitdaging. Maar daarnaast willen we ook dat het energieverbruik wordt geminimaliseerd. Dus waar we niet op uit zijn, is om dan hele energievretende voorzieningen te gaan treffen. Dat is wat we niet willen. Daar willen we van wegblijven, want anders komen we in de claims met andere doelstellingen die we hebben voor klimaat. Daarnaast willen we vast blijven houden aan wat we feitelijk nu ook hebben. Wat schoon is, willen we ook schoon laten. Dat mag schoon blijven. Dus zo min mogelijk vervuilen, want dan hoef je het niet schoon te maken. En last but zeker not least, bij de inrichting of de herinrichting van gebieden willen we dat vanuit een integrale blik beschouwen als het gaat om hemelwater. Dus niet meer kijken alleen vanuit het watersysteem of alleen kijken vanuit wat goed is voor de zuivering. Of alleen kijken wat de goed is vanuit de bodem of vanuit de zoetwatervraagstukken. Maar echt een integrale blik en van daaruit nadenken wat is meest doelmatig en slim in dat gebied. Dan hebben we ook nog een drietal speerpunten. En dat zijn de speerpunten die we willen vastleggen voor 2027. Dus wat gaan we echt de komende planperiode oppakken? Nou, de eerste die gaat echt over het systeem met elkaar in beeld brengen. De regionale systemen moet je dan aan denken.
We willen dat samen doen en samen bepalen wat we het beste in die gebieden kunnen doen. Dus niet per se meer vanuit de postzegelplannetjes, maar ook op systeemniveau beter met elkaar kijken. Wat is hier wijsheid en wat is hier slim? De tweede, we werken samen met andere partijen en leggen koers en afspraken bestuurlijk vast. Waarbij er ingezet wordt op het verbeteren van de sponswerking van de bodem. Daar zetten we vooral in op het RO-spoor, het spoor van de ruimtelijke ontwikkeling. We willen vroegtijdig met elkaar, met de omgevingspartners, met u in gesprek. Om hier ook de juiste keuzes met elkaar te maken. En als laatste willen we onze beleidsregels die we hebben, willen we ook zodanig aanpassen dat we de voorkeursvolgorde die we net met dat sponswerking hebben uitgesproken, willen we ook zorgen dat die wordt ondersteund in die beleidsregels. En dat is dus waar we aan gaan werken, want dat is nog niet over de volle linie momenteel het geval. En dat is in een hele korte notendop hemelwaterbeleid. Okay. Dus ik ben heel erg benieuwd of er vragen zijn, opmerkingen, aanvullingen. Beter. Nou, dankjewel Mirjam. Ja, het is een heel mooi verhaal, vind ik. Ik dacht wel, het ziet er al zo goed uit. Maar als mensen nog ideeën erbij hebben, dan kan dat nog worden aangevuld. Ik wil het echt eventjes weten van je. Van in hoeverre is dit al helemaal in beton gegoten? Nou, volgens mij hebben we deze sessie ook om dingen op te halen. En om reactie te proeven. Dat is één. En uiteindelijk zie je ook bij die speerpunten dat we nadrukkelijk ook in gesprek willen rondom dat hemelwaterbeleid, hoe dat daar in de praktijk in de gebieden dan uit komt te zien. Maar wel vanuit het oogpunt sponswerking herstellen. Oké, okay, dankjewel Mirjam. Als u via Zoom kijkt, eventjes een vraagje voor de mensen thuis. Dan is de vraag of u deze uitzending zou willen pinnen. Dus dat is eventjes een verzoekje aan u voor u thuis. Ik heb ook een vraag van Gerard Litjens. Die wil graag ook in de uitzending komen. Als de vraag gaat over het eerste gedeelte, dus dat hemelwaterbeleid, dan is die van harte welkom. Ik denk het wel, dus hij komt er denk ik aan. Ja, daar hebben we Gerard. Welkom in de uitzending weer. Ik heb je ze net ook gezien. Fijn dat je er weer bent. En heb je een vraag misschien of een opmerking voor Mirjam? Ja, zet je geluid maar aan, dat we je allemaal kunnen horen. Zo, nu ja, zijn we te horen? Ja, zo horen we weer. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, de vraag en een opmerking. Er was een opmerking in de chat waar ik nog op reageerde, maar die heeft hier met heel veel met hemelwaterbeheer te maken. Namelijk dat je... ik ben heel erg voor de, zoals ik al eerder meldde, de nature-based solutions, hè, of die klimaatbufferachtige oplossingen. En die klinken heel holistisch, en die, maar die helpen zowel in tijden van wateroverlast als watertekort. Dus je kunt droogte in het buitengebied en ook in het stedelijk gebied heel goed bestrijden door het vergroten van de sponswerking van de bodems. En dat kost nou een keer ruimte. Wij noemen dat dan klimaatbuffers of natuurvriendelijke oevers of weet ik wat nog meer. Maar die helpt daarbij, snijdt het mes weer aan meerdere kanten. Dus dat is één. En dus neem dat wat mij betreft ook op in jullie waterbeheerplan, waar ik hartstikke voor ben. En het tweede is, er is ook iets voor de grondgebruiker en grondeigenaar zelf. Je kunt namelijk in de bodem, door het vergroten van organische stofgehaltes, het vasthoudend vermogen van water en daarmee de weerstand tegen droogtes enorm opkrikken door de organische stofgehaltes te vergroten. Want hoe meer organische stof, hoe meer water zo'n bodem zelf kan vasthouden. Oké, dankjewel voor jouw bijdrage. Goed. Zullen we naar Pieter gaan? Want Pieter gaat ons wat vertellen over de waterketen. Pieter, mag ik jou het woord geven? Oké. Nou, mijn naam is Pieter van Dongen. Ik ben beleidsadviseur bij de afdeling Strategie en Beleid van het Waterschap. En ik zal jullie meenemen in de lange termijn en ambities van de waterketen. Mijn presentatie is op dezelfde manier opgebouwd als Mirjam dat heeft gedaan. Zeg maar. Dus ik zal eerst beginnen wat de ambitie voor de waterketen is in het waterbeheerprogramma. Vervolgens zal ik stilstaan bij de lange termijn doelstellingen. En vervolgens zal ik ook een aantal speerpunten noemen vanuit de waterketen.
Nou, de ambitie voor de waterketen is dat we samen met de omgeving willen zorgen dat er een circulaire waterketen komt met als doel een gezonde en een duurzame leefomgeving. In deze ambitie zitten eigenlijk drie belangrijke pijlers. En aan het einde ben ik ook benieuwd hoe jullie dat zien. Want we willen het in ieder geval voor de waterketen doen, samen met de omgeving. De waterketen is ook niet alleen van het waterschap. De waterketen is sowieso de samenwerking tussen de gemeentes, waterschap en drinkwaterbedrijven. Dus de komende planperiode zullen we ook de gemeentes en de drinkwaterbedrijven hard nodig hebben om ook onze doelstellingen te bewerkstelligen. Dus ik ben ook benieuwd van wat de plannen bij de gemeentes en de drinkwaterbedrijven zijn en of die aansluiten bij onze plannen. Dus daarnaast, we willen een circulaire waterketen zoals al gebleken is in de eerste presentatie van deze breakout room, waar Charlotte heeft stilgestaan bij de circulariteit. Het waterschap moet in 2030 50% circulair zijn en in 2050 100% circulair. Nou, dan moeten wij vanuit de waterketen ook ons steentje aan bijdragen. Dus daar zullen we ook in de planperiode op inzetten. En daarnaast willen we streven naar een duurzame en een gezonde leefomgeving. En die gezonde leefomgeving die wordt nog wel eens vergeten. Maar riolering is in het verleden ook aangelegd vanuit volksgezondheid. Dus dat is wel iets wat we gewoon ook bij onze verdere plannen altijd in ogenschouw moeten nemen. Als je iets gaat doen met rioolwater, zitten daar ook eventueel gezondheidsrisico's mee. Dus dat zul je toch ook in je doelstellingen rekening mee moeten houden. Nou, vervolgens hebben wij de ambitie vertaald in drie lange termijn doelstellingen. De eerste lange termijn doelstelling die gaat heel erg in op onze prestaties vanuit de zuiveringstak. Dus die willen we zo kostenefficiënt mogelijk doen. De komende planperiode komen er best heel veel investeringen op het waterschap af. Nou, en om dat voor de heffing zo optimaal mogelijk te doen, moeten we gewoon kijken hoe kostenefficiënt we onze maatregelen kunnen treffen. Nou, daarnaast zijn we bij het waterschap heel druk bezig met risicomatrixen, bedrijfswaarden aan het creëren om onze risico's goed te kunnen afwegen. Daarnaast willen we streven naar veilige omstandigheden. De waterketen is toch een soort industrie, dus veiligheid moet daar hoog op de ladder staan, zeg maar. En daarnaast willen we gewoon streven naar zo min mogelijk gebruik van fossiele grondstoffen en schaarse grondstoffen. Daarnaast, wat ik er net al aan heb gegeven, willen we het eigenlijk doen samen met de omgeving. Nou, in 2011 is het bestuursakkoord water van kracht geworden. En daar staat eigenlijk al dat de waterketen moet functioneren als waar het één bedrijf. Dus we streven heel erg dat de gemeentes en de drinkwaterbedrijven en de waterschappen in de keten dusdanig gaan opereren dat we gewoon overkomen als waren we het één bedrijf. We doen het allemaal voor de burger en dat zou centraal moeten staan. Nou, dat is ook het streven vanuit het waterschap. Verder willen we, zoals ik net al terugkwam in de presentaties van Charlotte, willen we heel erg kijken van welke waarden we kunnen creëren uit ons afvalwater en uit ons slip. Nou, vervolgens hebben we deze lange termijn doelstellingen vertaald in een aantal speerpunten. Het eerste speerpunt dat spreekt eigenlijk voor zich, maar de waterketen moet gewoon voldoen aan de wettelijke eisen. In het huidige waterbeheerprogramma zijn daar ook normen voor opgenomen en die gaan we gewoon voortzetten in de nieuwe planperiode. En voor sommigen zullen we de normeringen ook aanscherpen, dus de lat voor onszelf hoger leggen. Daarnaast vinden we dat we de waterketen veilig, adequaat en voorspelbaar en kostenefficiënt moet zijn. Nou, dat heb ik eigenlijk net al bij de lange termijn doelstellingen ook aangegeven. We moeten alles zo efficiënt mogelijk gaan doen, omdat er heel veel investeringen op ons afkomen. En we moeten het voor de burgers ook zo maatschappelijk mogelijk doen. Verder, het derde speerpunt richt zich met name meer op de innovatie vanuit de waterketen. We willen samen met de ICT kijken van hoe we ook veel meer real-time kunnen gaan sturen. We hebben recent ook online meters geplaatst op onze zuiveringen. We sturen de zuiveringen al vanuit afstand aan, maar we denken door nog veel meer apparatuur op de zuiveringen te plaatsen, dat het nog veel efficiënter kan. Verder
hebben we als vierde speerpunt ook opgenomen dat we op energie-efficiëntie moeten bereiken. Nou, dat komt ook weer terug in onze circulaire doelstellingen. Hoe minder energie je gebruikt, hoe makkelijker je doelstelling kan realiseren dat je straks energie-neutraal moet zijn. Daarnaast willen we heel kritisch kijken naar ons grondstoffenverbruik. En ook op ons grondstoffenverbruik denken we dat we 10% minder aan grondstoffen kunnen verbruiken. En dat past dan weer in onze circulaire doelstellingen. Nou, daarnaast willen we dan samen met jullie kijken hoe we in de keten kunnen functioneren als het ware één bedrijf. Nou, de afgelopen planperiode hebben we al in heel veel regio's de samenwerking met de gemeentes intensief opgepakt. En dat willen we ook voor de komende planperiode op dezelfde manier doen of zelfs intensiveren. Ook met de drinkwaterbedrijven lopen er afspraken om te kijken van hoe we met elkaar verder kunnen... Nou, sterker nog, ik ga even onderbreken, want het is heel leuk in de chat, is Marieze van de Heuvel, die heeft zich al aangeboden van Ivides. Die zegt van, ik denk heel graag mee, dus we hebben al een naam in elk geval. Dat is mooi. Ja. En de laatste was van dat we ook nog waarde willen creëren uit ons zuiveringsslip en uit ons afvalwater. En dat gaan we in ieder geval doen door het fosfaat uit ons zuiveringsslip terug te gaan winnen. Dat hebben we samen met onze ketenpartner in de slipverwerking HVC al ingeregeld. Dat we in 2027 voor fosfaat 100% circulair zijn. En daarnaast gaan we ook, en lopen ook met collega's van Evides lopen afspraken om te kijken of hoe we ons effluent kunnen inzetten voor demiwater of voor drinkwater. Oké, dat was je verhaal, ja. Hè? Nou, mooi speerpunt als je het zo op een rijtje ziet. Maar ja, ook echt duidelijk jouw oproep dus eigenlijk, Pieter, van we willen heel graag, vooral ook met gemeentes in gesprek, van waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? En hoe kunnen wij elkaar vinden daarin? Hoe kunnen we elkaar versterken? En hoe kunnen we het plan, het waterbeheerprogramma, nog beter maken? Ja. Hè? Dus dat is echt een oproep aan u. Dus maak daar vooral gebruik van. En dat kan nu ook meteen, hè, als u dat wil, in de chat. Er is hier ook een vraag gesteld van Paul van Esch. En die vraagt, hoe ziet sponswerking eruit in het hoogstedelijk gebied? Ik denk dat dat een vraag voor Mirjam is. Ik ben er ook wel heel erg benieuwd naar. Waar natuurlijk veel stenen zijn in die steden. Hoe ziet die sponswerking er daaruit? Nou ja, ik weet niet of Mirjam nog in de uitzending is. Ja, maar... we gaan er halen volgens mij. Ja, we hebben er te pakken, hoor ik via mijn oortje. Anders wil Mirjam, ik het wel kom maar door. Ja, daar ben je. Kun je antwoord geven op deze vraag? Heb je hem gehoord? Ik heb de vraag gehoord. Stedelijk gebied is natuurlijk historisch gegroeid en heel veel versteend. Dus daar hebben we ook een grote uitdaging. Maar at the end hebben we hoe dan ook met elkaar daar een uitdaging. Omdat je richting, als je kijkt naar de klimaatverandering, je krijgt gewoon te maken met langere periodes van droogte. Maar je krijgt ook piekbuien. En dat is iets waar we met elkaar aan moeten werken. En dat doen we natuurlijk niet alleen. En de gemeentes hebben ook hun eigen hemelwaterbeleid. En daarin zie je dat er ontsteend wordt bijvoorbeeld. Groener op tegel eruit, groener in. Dat zijn prachtige initiatieven. Maar ook groene daken kunnen een bijdrage leveren. En zo zijn er legio mogelijkheden. Maar de bedoeling, of het mooiste is natuurlijk als je meer kan vergroenen. En dat is een uitdaging in stedelijk gebied. Dus op sommige plekken zal dat heel moeizaam zijn. Ik denk dat we daar ook eerlijk over kunnen zijn. Ja, oké, dankjewel. Nou, ik weet vanuit Rotterdam dat er heel veel wordt gedaan, dat er ontzettend veel plannen zijn. Dus volgens mij gaat dat allemaal heus wel komen. Maar laat dat vooral ook weten. Laten we dat vooral ook goed delen met elkaar. Heb jij nog een toevoeging hierop, Pieter? Of is het... Dus denk gewoon duidelijk wat Mirjam heeft aangegeven. En ook hier is het denk ik een zaak van... wat ook in mijn presentatie aankomt. Het is een zaak van gemeente, waterschap samen om te kijken van hoe we dat kunnen oplossen, zeg maar. Om die burgers bewuster te maken van hoe ze ook met hun stenen om moeten gaan. En daar zit een hele gezamenlijke opgave, zeg maar. Dus... ook wel een beetje lastiger soms. Ja, precies. Ja. We hebben een vraag van Kees Koudstaal. En hij wil heel graag ook in de uitzending komen. Dat vinden we heel erg leuk. We zien hem al in beeld. Kijken of we ook nog Kees kunnen horen. Kees, kan je wat zeggen? Kunnen jullie me verstaan? Ja, je bent er. Nou, okay. Neem het woord. Nou, ik heb hem eigenlijk even op deze manier geframed van dat water dat komt gratis uit de lucht. En op welke manier zou je daar met elkaar
toch andersom kunnen gaan. Want we zien het nu eigenlijk nog voornamelijk als een bedreiging, hè, met z'n allen. En ja, dan zou het mooi zijn om de handen in elkaar te slaan en met elkaar na te gaan denken. Het omdenken van, ja, daar kunnen we toch veel meer mee dan eigenlijk nu in een buis stoppen, afvoeren naar oppervlaktewater of naar de zuivering. Dus in dat hele systeem om daar eens met elkaar, en er gebeuren al heel veel goede dingen, hè, maar ja, in mijn beleving gaat dat allemaal veel te traag. Kees, mag ik eens vragen, heb je zelf ideeën daarbij? Ik denk wel, ja, jij noemde het net al, als Rotterdam hebben we daar natuurlijk wel de nodige voorbeelden van. Spangen onder andere, we gaan het regenwater gaan we opvangen. Hoe dan? Kan je vertellen hoe dat gebeurt? Ik ben heel erg nieuwsgierig. Kan je even vertellen hoe dat er dan uitziet? Bij het Spartenstadion hebben we de Urban Water Buffer gecreëerd. Dus het parkeerterrein, daar wordt het water opgevangen, verzameld via de ondergrond en een krattensysteem. Dan wordt het doorgevoerd naar een helofietenfilter. En dat is eigenlijk een natuurlijke voorziening waar riet of groen of gras of iets dergelijks in staat. En vervolgens wordt het teruggebracht naar de bodem en naar het grondwater in het watervoerende pakket. En daar vormt het een bel. Dus eigenlijk sla je het schone water, het regenwater, heb je gefilterd, sla je op in de bodem. En dat gebruik je weer op het moment dat je het nodig hebt als in de droge periode. De Sparta die gebruikt het op het moment dat ze in de droge periode de velden sproeien. Ja, dus het water wordt eigenlijk opgevangen onder de voetbalvelden dus. Ja. Ja, nou, dat is een mooi voorbeeld. Nou, daarnaast. Oh ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dankjewel. Maar ook een beetje ook jouw oproep eigenlijk van het mag wel meer, het mag wel wat sneller, hè, als ik het goed heb begrepen. Het zijn momenteel hele goede ideeën en heel veel dingen die in ontwikkeling zijn. En ja, laten we van elkaar leren om daar zo snel mogelijk ook op door te pakken. Ook naar de particuliere bewoningen, woningbouwcoöperaties toe. Ja. Van op huisniveau kan er ook heel veel gebeuren. Ja, dat is waar. Pieter, hoe zie jij dat voor je? Zie je ook een rol voor het waterschap daarin om dat gewoon de versnellingen in te krijgen? Wat Kees net voorstelt, dat sluit heel goed aan bij het hemelwaterbeleid wat Mirjam net heeft aangegeven, ja. Zeg maar. Deze toepassing op Spangen, die is één op één daarop toe te passen. Dat geeft al invulling om die natuurlijke waterkringloop te sluiten. En ja, wij geven natuurlijk ook aan van dat we het heel zonde vinden om dat hemelwater direct naar de zuivering af te voeren of naar oppervlaktewater, ja. Gaf Kees ook al aan. Ja. Je gaat onnodig schoon water met vuil water mengen, zeg maar. En je kan veel meer met dat schone water, zeker omdat we ook weten dat er straks heel veel periodes aankomen, ja. Van droogte. Ja. Dus dit sluit helemaal aan bij hoe het waterschap het ook ziet. En laten we met name elkaar ook vinden en dit samen oppakken. En dan samen doen en de krachten bundelen, ja. Inderdaad daarbij. Ja, ik weet dat het inderdaad, dit is natuurlijk een probleem van heel veel steden en plaatsen. Dus ik weet, daar is iedereen mee bezig, dus deel het ook vooral met elkaar. En ook vooral nu, misschien zijn er al die dingen waar u mee bezig bent, waarvan je denkt van nou, dat zou het waterschap moeten weten. Of waar we tegenaan lopen. Hè? Dus we zitten met deze opgave, waar laten we al dat water? En ook waar. Hoe komen we eraan als het nodig is? Maar waar loop je dan precies tegenaan? En wat zou het waterschap misschien kunnen betekenen daarbij? Dus daar zijn we ook heel erg nieuwsgierig naar. Dus laat dat vooral ook weten. Er is een vraag uit de gemeente Hoekse Waard van Jan de Bek. We hebben hem niet in beeld. Dat is natuurlijk wel jammer, maar dat geeft niet. Dus dan ga ik die vraag gewoon... Volgens mij komt hij eraan. Ik hoor in mijn oortje dat we wel contact met hem krijgen. Ah, daar is hij. Ja. Hallo, Jan. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Vertel. Ja, ik was ook even hardop aan het meedenken. Omdat hij zei van, er zijn veel mooie programma's al omtrent klimaatadaptatie. En de vraag was ook een beetje van, als jullie ook al daarmee bezig zijn, deel het zeker. En binnen de gemeente Hoekse Waard hebben wij ons gecommitteerd ook aan klimaatadaptatie en biodiversiteit. En dat zijn natuurlijk twee thema's die je heel goed aan elkaar kan koppelen. Ik denk dan aan een wadi bijvoorbeeld, die je natuurlijk kan inrichten. Maar op hetzelfde moment is het ook gelijk een goede oplossing voor waterberging. Ik denk ook aan natuurvriendelijke oevers. En daar heb ik dan misschien ook meteen een vraag aan het waterschap van hoe gaan jullie om met natuurvriendelijke oevers? En natuurvriendelijke oever,
het zorgt er wel voor dat je, als je de ruimte hebt, je moet dan meer ruimte nemen om je water te bergen. Dus daar ligt dan een beetje een dilemma van hoe ga je daarmee om? Zijn daar nog kansen? Ja, dat is een goede vraag, Jan. Dank je wel. Nou, die gaan we meteen vragen. Ik weet niet wie of Mirjam gaat beantwoorden of Pieter. Wie gaat het doen? Ik zal het proberen, maar eigenlijk hoort hij denk ik in de breakout room voor waterkwaliteit. Maar volgens we nemen mij, hem wel mee in elk geval, hè? Ja, dat is goed. Dus, ja. Maar volgens mij omarmt het waterschap om te kijken naar natuurvriendelijke oevers. Ja. Zeker vanuit het oogpunt van waterkwaliteit, omdat je daar voor waterkwaliteit ook resultaat kan halen, zeg maar. Maar ja, het beste zou mijn collega Mieke van der Laan dat kunnen beantwoorden, maar die zit in de andere breakout room. Maar het is zeker zo dat we als waterschap openstaan voor natuurvriendelijke oevers. Ja, maar de vraag van Janneke is van, daar loop je tegen bepaalde problemen aan, als ik het goed heb begrepen. Dus je hebt het over ruimte bijvoorbeeld. Dus hoe ga je dan daarmee om? Of wat kan je daarover zeggen? Ja, dat zit denk ik dan weer heel erg in onze, ook in onze beleidsregels. Ik weet niet precies waar men dan tegenaan loopt, maar daarom zeg ik, dan wordt het volgens mij voor mij nu te technisch om daarop in te antwoord gaan. Dus Jan is eventjes een vraag voor jou die je zeker moet stellen. Nou, je hebt hem misschien ook al in de chat gezet. We nemen hem sowieso mee. Dus dan zorgen we in elk geval dat hij bij de juiste persoon komt. Maar dank je wel voor jouw vraag en voor je input. Zijn er nog meer dingen die, waar u mee bezig bent, in uw eigen werkomgeving, die we ook hier goed eens eventjes kunnen bespreken? Zijn er dingen waar u tegenaan loopt of... Ja, ik hoorde net over kennisdeling. Vond ik trouwens ook wel een mooie. Kan het waterschap ook daar een bepaalde rol in vervullen? Dus als een soort verbinder eigenlijk tussen die initiatieven? Het is in ieder geval zo dat wij vanuit de waterketen één keer per jaar een kennisbijeenkomst organiseren voor alle gemeentes. Met name onze contactpersonen in de riolering, zeg maar. En dan vragen we ook vooraf altijd van welke onderwerpen de gemeentes dan ook graag op de kennisbijeenkomst te horen willen krijgen, zeg maar. Dus vorig jaar is dat door corona allemaal niet gebeurd. Maar het is wel de bedoeling om die ook dit jaar weer gewoon vorm te geven, zeg maar. En we zijn ook aan het kijken of we de regio's in het kader van samenwerking ook gewoon twee keer per jaar of zo kunnen bij elkaar laten komen. Dat van iedere regio trekkers dan komen. En dat we ook de kennis kunnen uitwisselen. Ook waar gemeentes ook kan ook gewoon op kwetsbaarheidsonderwerpen, qua personele kwetsbaarheid, zeg maar. Daar willen we altijd wel als waterschap ook een mediator in zijn. Dus dat is eigenlijk heel breed dus ook. Ja. Dat is wel heel mooi. Nou, dat is goed. Dat weten we dan ook meteen. In elk geval dat die dingen ook... ik vind het ook wel leuk om Mirjam nog eventjes in beeld te krijgen. Want die is er natuurlijk ook bij. Ik zie je van die Mirjam, maar je bent er wel bij, hè? Dus, maar die zie ik je in elk geval wel. Zijn er nog dingen, Mirjam, die jij graag hier nog aan wil? Nu zijn de kijkers, die zijn er nu. Dus je kan nu vragen stellen aan. Of denk van, nou, ik ben toch wel benieuwd hoe mensen daarover denken. Of heb je misschien iets waarvan je zegt van, nou, dat wil ik wel even op tafel leggen? Nou, ik ben vooral ook echt nieuwsgierig naar praktische oplossingen. Er werd net het voorbeeld van Spanger genoemd, maar zo zullen er in het beheergebied of bij andere organisaties ook echt nog ideeën zijn om de sponswerking te herstellen, ook op plekken waar dat ingewikkeld lijkt. Ideeën van harte welkom. Ja. Misschien is inderdaad ook die kennisbijeenkomsten goed om daarvoor te gebruiken, zit ik te bedenken. Dus dat... Nou ja, die doen meer dan mijn examen, dus dat gaat goed komen. Ja, is genoteerd. Ja, nou, er is al een agendapunt in elk geval voor de eerste kennisbijeenkomst. Er is nog een vraag voor Pieter, zie ik hier. Er staat RWZI, maar dat zegt mij als leek. Dat is gewoon, dat is gewoon een zuivering, zeg maar. Oké, goed. Is het ook geholpen met een... Nou ja, zeg. Nou moet ik weer een woord zeggen wat ik ook helemaal niet ken. Een helofytenfilter. Helofytenfilter, zeg ik het goed? En wie kan ik die vraag stellen? En ook even uitleggen wat het is ook. Want ik weet zelf niet wat het is. Dus misschien de kijker ook niet. Een helofytenfilter is een extra... Helofytenfilter, ja?
Komt degene nog binnen of niet? Of? Nee, hij mag direct aan jou worden gesteld. Oké, een hele fietenfilter is normale zuivering om ook gewoon biologisch voor te zuiveren, zeg maar. Dus op het moment dat je een hele fietenfilter gaat plaatsen voordat je gaat lozen op de riolering, heeft dat weinig zin, omdat je daarna de zuivering erachter hebt die hetzelfde effect heeft, zeg maar. Dus dan ga je, dat heeft dus geen zin. Een hele fietenfilter zou eventueel zin kunnen hebben als je nog na de zuivering zou willen plaatsen om een extra zuiveringsstap te creëren, zodat je het water nog iets schoner wil krijgen, ja, zeg maar. Maar dat is vooralsnog functioneren onze zuiveringen zo goed dat het niet nodig is, zeg maar. Maar ik zou hem niet plaatsen voordat je gaat lozen op de riolering. Een hele fietenfilter kan wel een positief effect hebben voor hemelwater wat mogelijk een klein beetje verontreinigd is, om het dan via zo'n hele fietenfilter rechtstreeks naar een watergang af te voeren. Maar tussen de zuivering of voor een zuivering zou ik hem niet plaatsen. Goed. Nou, die vraag kwam van Gerard Litjes. Dank je wel voor je vraag. Ik hoop dat die zo goed beantwoord is, anders dan horen we het wel. Nou, er zijn geen vragen meer in de chat. En volgens mij kunnen we hem afronden hierbij. En ook Mirjam op afstand in elk geval. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie verhaal. En ook de kijker thuis voor het gesprek, de vragen en alles wat we terugvonden in de chat. We gaan de tweede sessie dus afronden. En dan gaan we straks weer naar het plenaire gedeelte om gezamenlijk de middag af te sluiten. Dat gaat vanzelf. Als u niks doet, dan komt u automatisch straks vanzelf in de plenaire ruimte. Maar u kan mezelf ook nu afbreken en dan komt u er ook. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en ik zie u straks weer.